Dit is het RTVA-nieuws van vrijdag 1 mei, gevolgd door het weekoverzicht. Ook dit jaar zullen leerlingen van het voortgezet onderwijs in Amstelveen een maatschappelijke stage kunnen lopen. De gemeente Amstelveen heeft hiervoor €40.000 beschikbaar gesteld. Wethouder Jeroen Branders legt uit waarom hij een maatschappelijke stage belangrijk vindt. Een maatschappelijke stage is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd. Om ze in aanraking te laten komen met de maatschappelijke organisaties. Om ze in aanraking te laten komen met vrijwilligerswerk. En gewoon kijken wat er allemaal speelt in de maatschappij. Wat er in de maatschappij speelt, dat moeten ze weten. Ja, absoluut. En buiten dat ook, scholieren hebben vaak hele goede ideeën. Vaak lopen ze tegenaan hoe kunnen we dat en waar kunnen we dat uitvoeren. Nou, daar hebben wij nu met de vrijwilligerscentrale, daarin hebben we een hele goede partner gevonden. Om deze maatschappelijke stages weer te gaan begeleiden. Wat zijn de ervaringen van vorig jaar? Ja, het wordt ontzettend gewaardeerd. Het probleem is natuurlijk wel dat het tijd kost. Mankracht inzet van de vrijwilligerscentrale. En landelijk is besloten om ermee te stoppen. Maar ja, wij vinden het heel belangrijk voor de jongeren in Amstelveen dat we daarmee doorgaan. Vandaar het ter beschikking stellen van het bedrag. Landelijk wordt er dus stopgezet. Amstelveen zegt wij gaan wel door. Waarom vindt Amstelveen dit zo belangrijk? Nou, dat is typisch iets voor Amstelveen. We hebben hier 5 scholen die graag eraan mee willen werken. We hebben ruim 300 organisaties. Het gaat bijna om 1000 leerlingen. Ja, als we die allemaal kunnen betrekken bij organisaties die best een handje extra kunnen gebruiken. Ja, dan zien we ook dat later, als de jongeren wat ouder zijn, dat ze vaak blijven hangen in het vrijwilligerswerk. En dat is ontzettend belangrijk. We hebben dat heel belangrijk gemaakt dit jaar. Ja, en om ze al in een vroeg stadium daarmee kennis te laten nemen, ja, dat is alleen maar heel goed. De 5 scholen, dat zijn de 5 scholen voor het voortgezet onderwijs. 300 organisaties zijn erbij betrokken. Kunt u ze stel organisaties noemen? Ja, dat zijn verzorgingstehuizen. We weten ook initiatieven trouwens van kinderen. Zoals we hebben nu een initiatief van het Keizer Karel College om een ouderenlunch of een ouderenontbijt te gaan organiseren. Ook dat moet begeleid worden. Ja, dat kan. We weten bij het Lute. Ja, er zijn zoveel organisaties waar dan maatschappelijke stages gevolgd kunnen worden. Ja, nogmaals, heel positief. Iedere fietser kent wel de rood-witte paaltjes op het fietspad om ervoor te zorgen dat auto's niet op het fietspad komen. De gemeente heeft iets bedacht om te voorkomen dat fietsers tegen die paaltjes aanrijden, wat nogal eens gebeurt. En als je er toch tegen aanrijdt, is dat nu minder erg voor jouw fiets en jouw knieën. Een heel bijzonder, uniek paaltje in Nederland zelfs. Hoek met de Keizer Karelweg en de Bovenkerkenweg. Nou, er is veel te doen geweest om de fietspaaltjes. Afgelopen jaren zijn er 5000 in Nederland eenzijdige ongelukken mee gebeurd. We zijn natuurlijk dan ook vanuit het Rijk landelijk op geweest om daar eens goed naar te kijken. Daar zijn we in Amstelveen mee aan de slag gegaan. En het heeft geresulteerd in een echte uniek nieuwe situatie. Ja, waarin we voordat de fietser in de buurt van het paaltje komt, door middel van de witte strook die hier achter u zit, een ribbelstrook, nog even extra geattendeerd wordt op het feit van hé, er komt een paaltje aan. Ja, en dan het allerbelangrijkste, het paaltje zelf is een paaltje wat dusdanig stevig ontworpen is, maar wel, mocht het tot een aanrijding komen, een heleboel van de energie op zich neemt. Waardoor de gevolgen minder zullen zijn. Die witte ribbels zorgen er eigenlijk voor dat ik niet in de buurt van het paaltje wil komen. Nou, we kennen de witte ribbelstrook kennen we natuurlijk een beetje als automobilist. Dus op het moment dat je iets te veel uitwijkt, dat je aan je banden hoort, hé. Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde effect. Mocht je toch door wat voor reden ook niet opletten, dan word je er op het laatste moment op geattendeerd. En ja, die witte ribbelstrook, ja, dat is echt uniek. Dat hebben we extra aangelegd hier. U bent net over de witte strook gereden. Wat voelt u? Je voelt een goede hobbel. En je voelt dus echt van, nou ja, als je daar overheen rijdt, moet je eigenlijk niet al te lang gaan doorrijden. Want je weet dat je op een verkeerd pad bezig bent. Dus dat is eigenlijk een heel goed waarschuwingssysteem, denk ik. Waardoor je minder snel nog tegen zo'n paaltje aanfietst. Ja, we vinden die verkeersveiligheid, zeker voor fietsers, heel belangrijk. In Amstelveen doen we dat op meerdere plekken, ook op andere manieren. De rotondes, de duidelijk op beton en asfalt aangemerkte rode stroken van de fietsen, zodat het extra opvalt. Dat hebben we hier ook weer gedaan in de inrichting. Maar de ribbelstrook op weg naar het paaltje, dat is uniek. En dat moet voorkomen uiteraard dat mensen tegen het paaltje gaan botsen. Dit is de eerste in Amstelveen, de eerste in Nederland. Gaan er nog meer komen in Amstelveen? Ja, uiteraard. Maar we kijken per situatie hoe we dat optimaal kunnen inrichten. Die ribbelstrook gaan we zeker in Amstelveen
gaan we daar waar mogelijk invoeren. De paaltjes zelf, die zijn niet uniek, want landelijk zullen deze paaltjes overal tevoorschijn komen. Maar wel de manier waarop wij het inrichten met die ribbelstrook. Burgemeester Mirjam van het Veld heeft een woning aan de Jonkvrouw laten sluiten. De woning werd niet bewoond, maar werd gebruikt om hennep te kweken. De kwekerij bestond uit 82 hennepplanten en 9 assimilatielampen. Alle apparatuur is door de politie in beslag genomen. De cricketvrouwen van VRA zijn uit de kleren gegaan, uit liefde voor hun sport. Nathalie Hennis, cricketspeelster en professioneel fotografe, heeft het hele team naakt gefotografeerd en er is een kalender van gemaakt. Hiermee willen de dames meer aandacht vragen voor hun sport. De beelden zijn afkomstig van RTV Noord-Holland. Zijn jullie zenuwachtig? Nou, wel een beetje. Het is natuurlijk een project waar we al best wel een tijdje mee bezig zijn. En het is voor ons echt een manier om op hopelijk een hele grote manier voor een kleine sport de aandacht te vragen. Dus het is wel heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit komt. Goedemorgen. Ik kom mijn bestelling ophalen. Oh, ik vind het wel spannend. Ja, ik vang mee. Oh, mooi. Mooi. We beginnen de kalender in mei, omdat mei het startseizoen, dus zeg maar de start is van het cricketseizoen. Sowieso het cricket imago heel stoffig is. Mensen denken heel snel dat het eigenlijk ja, baarde oude mannetjes zijn die de hele dag een beetje in het veld rondlopen en vooral veel thee drinken. Ja. Van teamgenootjes tot aan autogarages hangt. Ja. Dat het gewoon een heel breed. Dat is de droom. Dat ook de automonteur weet dat het niet stoffig is. Ja. Ja, precies. Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert het LPK Canthemis Dominum op maandag 4 mei een herdenkingsconcert in de Sint-Augustinuskerk in Amsterdam Buitenveldert. Tijdens dit concert wordt klassieke koormuziek afgewisseld met korte gedichten. Voorgedragen door onder andere de stadsdichter van Amstelveen, Matthijs den Hollander. De Sint-Augustinuskerk wordt vanaf 19:30 s'avonds opengesteld om bezoekers de gelegenheid te geven in alle rust stil te staan bij de oorlogsslachtoffers die worden herdacht. Serious Request komt niet naar Amstelveen. Wat vinden de Amstelveeners hier eigenlijk van? Kennen jullie Serious Request? Ja. Nou, niet echt eigenlijk. Ja, ik ken het wel. Wie? Serious Request. Ja, dat heb ik wel gehoord, ja. Nee. Kent u dat? Oh, van het glazen huis. Ja. Ja, ken ik wel. Ja, dat ken ik wel, ja. En de gemeente wil dat naar Amstelveen brengen. Lijkt je dat leuk? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Wel, nou ja, leuke muziek natuurlijk en voor het goede doel, dus waarom niet? Nou, eerlijk gezegd, ik woon niet in Amstelveen, maar het lijkt me wel leuk, want ik vind het hier zo'n kaal plein. En er gebeurt er eens een keertje wat. Maar het gaat veel kosten, dus uiteindelijk gaat het niet meer door. Vindt u dat jammer? Nee, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Omdat ik er niet mee bezig ben, heb je er ook niet over gedacht. Zo zit ik een beetje in elkaar. Oh, dat is wel jammer. Dat is altijd wel leuk. Ja, jammer. Ja, volgens mij is het een liefdadigheidsinstelling. Dus als dat zoveel geld moet kosten, hoe is dat mogelijk? Waarom moet dat zoveel geld? Installatie en ja, okay. Beveiliging natuurlijk. Okay. Nou, ik zou denken van dat moet dan ook geschonken worden. Kosten van het huis dan? Ja, dat moet hier dus neergezet worden. Ja, nou, kost dat nou zoveel? Blijkbaar wel. U gelooft het eigenlijk niet? Nee, bij mij kan het niet, want ze gaan overal naartoe. Die jongens staan overal. Ze staan in Den Haag, in Twente geloof ik. Ja, waarom moet dat veel kosten? Ja, dat is spijtig. Maar ja, dan gaat het naar een andere plaats. En zolang er maar geld op wordt gehaald, is het goed voor mij. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Kijk, als er geen geld voor beschikbaar is, ja, dan zou het een iets kunnen zijn dat het niet, inderdaad niet door kan gaan. Maar het zou wel heel erg vervelend zijn. Want het is een heel goed doel. Nee, ik vind het onbegrijpelijk. Het had hier makkelijk gekund. En ze trekken voor de meest vreemdsoortige dingen trekken ze geld uit. Dus waarom niet voor een goed doel? Ja, mag van mij. Ja, nou ja dat in principe het maakt mij niet uit waar het staat. Het is hier gezellig natuurlijk. Nog gezelliger als Serious Request er is. Maar ja, zolang er maar geld op wordt gehaald voor het goede doel, vind ik het best. En dan nu het weekoverzicht. Het bordes van de AEX Euronext was op een maandag uiteraard oranje gekleurd. De handelsdag op de beurs werd geopend door onze eigen burgemeester, Mirjam van het Veld. En wij waren hierbij aanwezig.
bij de Meent. En het is Koningsdag 2015. Vandaag de hele dag op RTV 8, Koninginnedag. Heeft u er zin in? Ja, absoluut. Kijk, mooi weer. We zijn vanmorgen begonnen met, we hebben op de gong geslagen en hebben goede reclame gemaakt voor Amstelveen in het beursgebouw. We hebben de beurs mogen openen en nu komen we hier. We hebben het zonnetje meegenomen, dus het belooft een prachtige dag te worden. Burgemeester, wilt u misschien een mooi vlaggetje op de wang? Misschien is mijn wang niet zo handig, omdat ik nog de hele dag moet. Maar wat dacht je hiervan? Ook, nou, dat is ook een goeie. Mensen, dit is een levend standbeeld. U zult het niet zeggen, maar dat is niet een echt persoon hoor. Dit is echt een standbeeld. Even kijken hoor. Kijk, als je dat gaat proberen. Oh, kijk, er gebeurt wat. Er gebeurt wat. Wat deed jij nou? Ik gooide een muntje erin. Heb je nog een muntje? Ja. Okay. En dan beweegt het beeld. Cavalla Bina. Ja, dat kan ook niet anders. Ja, dat ken je niet, jongen. We hebben dorst. Hey, vertel eens, dat is toch echt een traditie, hè? Ja, nou ja, ik ben hier voor de eerste keer eigenlijk dit jaar. Ja. Maandag 4 mei staat heel Nederland stil bij de dodenherdenking. Vanaf 19:30 s'avonds hebben wij een live uitzending vanaf de Amsterdamse weg. De verloedering van een aantal panden is het gemeentebestuur een doorn in het oog en wordt niet langer getolereerd. Wethouder Raad heeft de vergunning ingetrokken voor de herontwikkeling van een pand aan de Molenweg. Er is een pand aan de Amsterdamse weg en wat is daarmee aan de hand? Nou, dat is tegenover de molen. Daar staat een gebouw wat eigenlijk al jarenlang aan het verloederen is. Wij vinden dat onacceptabel. En jullie trekken nu de vergunning voor de verbouw in? Ja, ze hebben al jarenlang een vergunning om daar dan een soort ontwikkeling mogelijk te maken. Maar dat komt maar niet van de grond. Ik geloof 2012 is die vergunning afgegeven. Nou, we zijn al 3 jaar verder. We hebben ook al eens gekeken wat er nou concreet gebeurt. Nou, er gebeurt helemaal niks. Ondertussen is dat gewoon een doorn in het oog voor iedereen die wel gewoon zijn bezit netjes onderhoudt. Dus ik heb die vergunning vandaag ingetrokken. Ja, en wij gaan de eigenaar gewoon aanspreken dat hij zijn bezit fatsoenlijk gaat onderhouden. En als u dat niet doet? Ja, dan gaan we aanschrijven. Want we willen dat niet in Amstelveen. Niet alleen hier, bij dit pand. Veel Amstelveeners kennen het ook wel op de Amsterdamse weg tegenover de molen. Maar zoals laatst ook bij het pand van QuickFit, waar QuickFit in zit. Ja, was ook de verf zat er bijna niet meer op. Ja, daar zijn ze nu geloof ik mee bezig gegaan. Ja, dat soort mensen die er echt een potje van maken, die echt de boel laten verloederen, ja, die spreken we aan. Naar aanleiding van de brand in de Logger, waarbij een bejaarde demente vrouw om het leven kwam, heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen een nota aanpak dementie uitgebracht. Volgens burgemeester Mirjam van het Veld zullen de aanbevelingen in deze nota de veiligheid van demente bejaarden verhogen. Nou, we hebben het hier natuurlijk over een kwetsbare groep ouderen waarvan we allemaal graag willen dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mits mensen dat natuurlijk ook zelf graag willen. En dan is het belangrijk dat we daar ook met onze aanpak op aansluiten. En wat mij betreft dan natuurlijk ook de veiligheid dat als mensen langer thuis blijven wonen, dat het ook wel op een veilige manier kan gebeuren. En hoe bevorder je uw veiligheid? Nou, bijvoorbeeld door veiligheidschecks te doen, dus door te kijken waar we alert op moeten zijn in de betreffende woning. Door bijvoorbeeld een rookmelder of een CO2-melder op te hangen, om te zorgen dat mensen ook op tijd gewaarschuwd worden als er iets aan de hand is of voorlichting te geven. En als mensen dat nou niet willen?
Nou, we gaan ervan uit dat we daar toch altijd wel met mensen of familie goed over in gesprek kunnen gaan. Want in ieder geval familie zal altijd begrijpen dat het belangrijk is dat we aandacht hebben ook voor de veiligheidsaspecten. Hè. We moeten alert zijn. Er kan natuurlijk altijd een keer ergens een brand uitbreken. En dan moeten we ook zorgen dat deze mensen ook op tijd gewaarschuwd worden of dat er op tijd maatregelen zijn getroffen. Dus we gaan gewoon goed in gesprek. Ja, want dat was de aanleiding eigenlijk voor deze nota, hè? De brand bij Logger. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk iemand die ook te maken had met dementie. Een hele nare situatie. Overigens, de brand, de oorzaak daarvan was kortsluiting. Maar toch heb ik samen met wethouder Raad gemeend dat het goed was om in deze situatie wel onderzoek te doen. Van als we daar nu tegenaan lopen, wat betekent dat dan en wat voor maatregelen moeten we treffen? En hoe lang is het verstandig dat iemand nog thuis woont en onder welke condities kan dat? Uit het onderzoek naar de situatie van het slachtoffer van de brand in de Logger bleek dat de communicatie tussen de organisaties die daarbij betrokken waren niet goed verliep. Deze communicatieproblemen zullen door het nieuwe dementiebeleid worden aangepakt. Dat zegt wethouder Raad. Het gaat ons niet specifiek om dat incident bij de Logger, maar meer van wat leer je daar nou uit? En daar leer je uit dat je veel beter informatie moet gaan uitwisselen. Dat staat hier nadrukkelijk in. Dus ja, Logger is wel zeg maar, een belangrijk bouwsteen voor dit plan. Informatie uitwisselen tussen alle organisaties en individuen die met een demente te maken hebben, hè? Ja, dat mensen weten van elkaar wat er aan de hand is, wat er gebeurt. En vooral als er wat bijzonders is. Als alles gewoon goed gaat, je hoeft natuurlijk niet de hele dag met elkaar aan de telefoon te zitten van wat er om maar uit te wisselen. Mm. Nee, het gaat er met name om als je ziet dat er verslechteringen zijn, als het precair wordt. Dat je dan, dat mensen dan, een schepje bovenop. Ik wil echt dat we risicogestuurd gaan werken. Dus dat betekent, kijk naar wat de risico's zijn en doe daar, dat je daar de goede inzet op neemt. Dat betekent risicogestuurd werken. Maar dan moet je wel weten waar die risico's zitten. Nou, dat probeer je met zo'n lijst te doen. Doe je natuurlijk samen, wij niet alleen als gemeente, maar ook met de andere partners. En ik denk dat wel heel erg belangrijk is voor Amstelveen. Wat mij betreft is dat ook de echte kentering. Risicogestuurd werken, van het hoogste belang. Mantelzorgers zijn heel belangrijk. Dus het is goed als je helpt. Maar ja, het moet natuurlijk wel in redelijkheid. Ik geloof ook helemaal niet, ik ben ook niet van die school die zegt alles moet maar naar de mantelzorg toe. Daar geloof ik eigenlijk helemaal niet in. Ik vind dat mensen vooral hun werk moeten doen. We betalen in dit land heel veel geld aan belastingen voor de zorg. Ja. Er is ook heel veel geld beschikbaar. Heel veel partijen worden daar ook voor ingehuurd. Die moeten voornamelijk hun werk doen. Ja, en mantelzorg is wat mij betreft ook gewoon aanvullend daarop. Dat kan nooit een vervanger van de zorg. Co van der Horst is in Amstelveen een bekende naam. Het bedrijf bestaat 110 jaar. Aanleiding voor RTVA om terug te kijken met directeur Edwin van der Horst. U bent de vierde generatie van Van der Horst. Hoe voelt dat? Nou, ik zou denken dat dat heel oud voelt, hè? 110 jaar. Dan heb je er al aardig wat jaren op zitten. We zijn oud in jaren, maar we voelen ons nog springlevend en jong. En dat is denk ik ook wel een beetje wat in onze geschiedenis terug is te vinden. Dat we weliswaar oud zijn, maar wel ieder jaar eigenlijk gewoon weer veranderen en vernieuwen. Nou, 110 jaar geleden, 28 april om precies te zijn, begon Cornelis van der Horst met zijn winkelnering, of eigenlijk winkelnering, dat was nog niet eens een winkel. Hij begon met de hondenkar en ging de boeren op. Amstelveen was een boerengemeenschap en daar dreef hij zijn handel mee, voornamelijk in manufacturen. En zo is het eigenlijk begonnen. En wat we eigenlijk dit jaar gaan doen is dat we onze belangrijkste afdeling, de co-luxury afdeling, gaan we helemaal verbouwen. En dat doen we niet zomaar, want het moet echt ook een beetje de bekroning zijn op alle verbouwingen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Dus dat moet echt een hele bijzondere afdeling gaat dat worden. Die gaan we in september gaan we die openen. Dus daar gaan we ook allerlei feestelijke activiteiten rond doen. Nog steeds in Amstelveen, woonachtig? Ja, nou, ik woon zelfs nog op het Dorpsplein in Amstelveen. Dus ik ben het plein bij wijze van spreken niet meer afgegaan. En daar woon ik helemaal tot mijn zin. En eigenlijk ook nog in een pandje waar vroeger mijn oma nog een kinderwagenwinkeltje heeft gehad. Maar goed, dat is inmiddels is dat niet meer. Dus daar woon ik nu met heel veel plezier. Dus echt nog in Amstelveen wat dat betreft. Vrijwilliger Rob de Werker uit Amstelveen gaat op 5 juni meefietsen met de actie Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Rob doet dit met een persoonlijke reden. Voor de strijd tegen kanker wordt er elk jaar de klim naar de Alpe d'Huez gereden. Zoveel mogelijk, maximaal 6 keer. En ik ga hem 3 keer doen.
Het is 13 kilometer, maar 22 bochten. Nou, lijkt naar boven gaan lijkt me moeilijk, maar hoe gaat u naar beneden? Maximaal 25 kilometer per uur. Dat is een beetje moeilijk. Het is heel veel remmen en het is ontzettend opletten. Maar er zijn ook heel veel toeschouwers, dus je kan ook niet heel, heel snel. Nou, kan uw strijd gesponsord worden? Hoe kan men dat doen? Je kan naar mijn Facebook gaan, gewoon Rob de Werker. Of je kan bij de Meent kan je in de rode box iets stoppen. Ik heb begrepen dat je ook een persoonlijke reden hebt om je hard te maken voor de strijd tegen kanker. Mijn vriendin is 4 jaar geleden overleden aan kanker. En ik probeer dus al 4 jaar iets te doen. En dit is de ultieme uitdaging. Jouw vriendin fietst met je mee? Ja, die fietst met me mee en die zal ongetwijfeld op de top zeggen van, was dit nou echt nodig? Indrukwekkend, dat vonden de kinderen die donderdagochtend deelnamen aan de ontmoetings- en herdenkingsdag in het Amstelveense Broerse Park. De bijeenkomst maakt deel uit van een lesprogramma dat door Amstelveeners is ontwikkeld, waarin de dodenherdenking, de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid centraal staan. Herdenken, ontmoeten, ook vrijheid vieren, beseffen waar vrijheid over gaat. Maar ook denken aan alle verschrikkingen die er zijn geweest, die er ook nu nog in de wereld zijn. Verhalen horen van mensen die dat hebben meegekregen. Ja, heel, heel bijzonder. Heel mooi initiatief. Ik vind dat het ontzettend goed is dat kinderen leren, horen wat er allemaal gebeurd is vroeger. En dat ze weten dat er monumenten zijn voor mensen die dit meegemaakt hebben om te herdenken. En ik moet zeggen, die kinderen die waren zeer aandachtig en vroegen hele goede vragen. En ik was erg blij dat ik het kon doen. En ik hoop dat ze er wat aan hebben overgehouden. Want vanaf van de geschiedenis moeten ze weten hoe de wereld verder moet. En ze vroegen ook hoe het kwam dat je daar in het kamp was. Waarom? En dat is natuurlijk ook wel om uit te leggen van hoe Nederlands-Indië in elkaar zat. En toen heb ik ze ook uitgelegd hoe we daar sliepen. Nou, dat vonden ze wel erg boeiend. Hier zijn aanwezig twee mensen die in de Jappenkampen hebben gezeten. En die vertellen de kinderen een aantal wijze lessen. Zoals bijvoorbeeld de koloniale samenleving waar heel veel gediscrimineerd werd. Die lijnen vielen we allemaal weg toen ze in de kampen zaten. Toen was iedereen gelijk, iedereen hielp elkaar. En nou, daar kunnen we de lessen uittrekken om nu in Amstelveen met al die verschillende bewoners om daar goed mee samen te leven. Het ziet er niet naar uit dat Serious Request, de grootschalige inzamelingsactie van 3FM, naar Amstelveen komt. Het college van burgemeester en wethouders ziet te veel financiële hobbels op de weg. Hoe kwam het plan om het evenement naar Amstelveen te halen ook alweer tot stand? Ja, er was inderdaad een motie. De hele raad wilde weten wat het zou betekenen om Serious Request naar Amstelveen te halen, wat daarvoor nodig zou zijn. Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan, hoe dat in andere gemeentes gegaan is. Die resultaten hebben we eerder al besproken met de commissie. Toen was er nog steeds veel enthousiasme. Toen is er afgesproken dat we nog wat meer onderzoek zouden gaan doen, met bewoners en ondernemers zouden gaan praten. En de raadsleden hebben toen wel een aantal kaders meegegeven. Onder meer dat ondernemers wel mee zouden moeten betalen, want het kost een hoop geld om Serious Request naar een gemeente te halen. Dat is al snel enkele tonnen. Dus wij zijn gesprekken gaan voeren. Nou, er is veel enthousiasme. Maar er zijn twee kanttekeningen. Dat is enerzijds dat het lastig is om bijdrage te krijgen van ondernemers, in ieder geval in grote mate. Dat zie je in andere gemeenten ook. Dat betekent dat als je gemeente toch echt wel een paar ton geld moet besteden om überhaupt kans te maken dat Serious Request naar Amstelveen komt. En zelfs als je dat doet is het nog niet zeker, want er dingen vaak meerdere steden mee naar een plek. En gezien die twee gegevens brengen wij een en ander weer naar de commissie toe. En stellen wij als college voor om ons meer te richten op evenementen die zeker weten in Amstelveen plaatsvinden, zodat we wel wat leuks te beleven hebben hier, maar dan wel even op een manier waarbij we zeker weten dat er ook daadwerkelijk wat plaatsvindt. De 70-jarige vrouw die afgelopen maandag ernstig gewond raakte op het fietspad De Uitvlucht, is woensdag aan haar verwondingen overleden. Het is onduidelijk hoe de vrouw haar verwonding heeft opgelopen. Daarom zoekt de politie naar getuigen, meldt Ingrid Lemeer, politiewoordvoerster van Eenheid Amsterdam.
Op Koningsdag rond 4:15 troffen voorbijgangers een ernstig gewonde vrouw aan op het fietspad De Uitvlucht. Dat was ter hoogte van de tramstations De Brink en Poortwachten en dan bij de tramovergang. Nou is het niet duidelijk hoe die vrouw gevallen is, maar ze was zodanig ernstig gewond dat ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht is en helaas gisteren aan haar verwonding is overleden. We hebben gesproken met getuigen die haar daar gevonden hebben, maar we weten nog niet hoe zij ten val is gekomen. Dus mensen die haar hebben zien fietsen rond 4:15 op Koningsdag 's middags, die spreken we heel graag. Maar ook, nog beter, mensen die haar hebben zien vallen. Dus mensen die iets gezien hebben, die kunnen contact opnemen met ons via 0900 8844. En dan tot slot het weer. Vrijdagnacht is het helder, waardoor de temperatuur rond het vriespunt komt te liggen. Van wind is dan nauwelijks sprake. Zaterdag is afwisselend bewolkt en zonnig. De temperatuur komt uit op een graad of 13. Later in de middag volgt er meer bewolking, wellicht valt er regen. De wind is zwak tot matig. In de nacht gaat het dan flink regenen. Zondag vallen in de ochtend nog buien. In de middag komt de zon er doorheen. De matige zuidwestenwind voert warmer lucht aan, waardoor het 15 graden wordt. Op maandag vallen ook buien. Het wordt wel een aangename temperatuur van 18 graden. Dit was het RTVA-nieuws van vrijdag 1 mei, gevolgd door het weekoverzicht. Hierna kunt u kijken naar de eerste aflevering van ons maandelijks gesprek met de burgemeester. Burgemeester Mirjam van het Veld kijkt hierin terug op de eerste 10 maanden van haar burgemeesterschap. Op maandagavond zijn we er weer met het journaal om 7 uur. Een prettig weekend en graag tot maandag. Dag.